Erik Duchesne, de man achter de WK-organisatie van vorig jaar, WK Korfbal in België. We hebben al anderhalve wedstrijd gezien tot nu toe. Eerste wedstrijd, uiteindelijk makkelijk gewonnen door Boekenberg. Wat vindt u van de eerste helft van Borgerhout Groen-Wit tegen Voorwaarts? Wel, ik moet zeggen, Borgerhout begon heel snedig aan de wedstrijd. En maakte mooie kansen. Dan uiteindelijk is Voorwaarts echt in de wedstrijd gekomen met sommige echt mooie staaltjes. En dan is het weer Borgerhout. Dus het is echt zo op en op. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de wedstrijd nog alle kanten uit kan. Als u vandaag hier bent en u ziet de wedstrijd, u merkt de sfeer, dan doet u dat ongetwijfeld terugdenken aan die mooie week in november toen het WK in België plaatsvond. Ja, dat waren echt schitterende dagen. We hebben trouwens hier altijd al in Herentals heel graag gekomen om de sfeer mee te maken. Ik denk als wij mensen van bepaalde firma's meenemen naar hier of naar Lotto Arena, dan zien we toch wel dat zij echt hun ogen uitkijken en zeggen van, is dit mogelijk? En het is dus een sfeer die, ja, is het nu het gemengde karakter van korfbal dat meebrengt? Ik weet het niet. Het is echt een heel mooi gebeuren. We zien de outfits van jaar naar jaar beter worden. Dus echt de supporterteams die komen niet enkel zomaar in hun kleuren. Ze werken rond een thema en dat maakt het heel mooi natuurlijk. Hè. Dan denkt u terug aan die week van het WK. Ja, in het WK dan moet ik zeggen, dan waren er ook, de supporters waren zeker ook heel sterk aanwezig. Niet in het minst op de laatste dag, hè, waar dan ook koning Filip aanwezig was. En ze hebben ook zeer respectvol naar koning Filip uitgekeken en hem ook zijn eer betoond. En ik zag dat ook op de foto's achteraf, dat daar een wederzijds respect was en dat was heel mooi. En de sfeer was dus echt enorm op dat ogenblik. Hè. We zijn nu 4 maanden later. Wat is de evaluatie van dat WK in België geweest? Wel, ik moet zeggen, het positieve aan het verhaal is dat we het hele WK met een kleine winst hebben kunnen afsluiten. Dus kostendekkend was ons doel, dus dat is al zeer goed meegevallen. We hebben er toch wel een uitstraling. We hebben heel wat mensen die naar ons zijn gekomen zeggen van, tja, korfbal, dat is toch wel iets meer dan dat wij dachten. Dat is echt wat meer dan ma en pa in het veld waar we vroeger wel eens mee verbonden werden. Dus korfbal staat mee op het vizier van veel mensen. En nu ook met de firma's die wij benaderen. Ze kennen korfbal nu al heel wat beter. En wij kunnen ook enorm veel materiaal van zowel Sportbeat maar ook van Sportza aanreiken. Om te laten zien, ja, u komt ook als firma mee in de kijker met het korfbal. Dan is het nu belangrijk om dat gevoel vast te houden. Wat gaat de federatie kunnen doen om op de flow van dat WK verder te evolueren? Wel, we hebben het WK stond ook in het kader van groeien in aantal leden. Daar waar andere sportfederaties het moeilijk hebben, kunnen wij echt al minstens van een stagnatie en proberen een lichte stijging te bewerkstelligen. We gaan dat nog verder brengen. Het was met High Five korfbal gestart. We gaan daar nu verder door, ook in de scholen doortrekken. Er is een heel programma al uitgewerkt. Dat zit mooi in elkaar. En we gaan echt proberen, korfbal die eigenlijk een van de enige gemengde ploegsport, van die ook in de scholen in België aan bod te laten komen. We wensen het jou toe. Veel groei en veel succes met de korfbalsport. Dankjewel, Erik Duchesne.